Nu, goedendag dames en heren en welkom vandaag op de Ruppel. We gaan vandaag naar de benedenneten varen. Jawel. Nu, de benedenneten, hè, we hebben het nog nooit gedaan op dit kanaal, maar daar komt nu vandaag de dag verandering in. Nu, we zijn op de Ruppel. Het schutten ging snel. En goedemorgen trouwens, het is 9:30. Het valt nog redelijk goed mee, maar de getijden stonden anders niet goed. Dus daarom heb ik besloten om wat vroeger te gaan. Mijn laatste examen was gisteren, dus ik bedoel, nee. Nu, we gaan naar de neten en dan gaan we onze tocht vandaar verder zetten. Het ziet er een zeer mooie dag uit, want de rest van de week zou het gaan omweren, dus laten we ervoor gaan vandaag. Hier gaan we dan de beneden neten. Oké, hier zijn we dan, jawel. We zijn hier aan de bron van de Ruppel weer aangekomen. En vandaag, naar waar varen wij? Jawel, we gaan naar Bakboord uit, naar links gaan wij gaan. Jawel, de beneden neten op. Als we hier naar stuurboord gingen, zoals dat we in de Ruppeltocht gezien hebben, dan gaan we richting Mechelen de Deilen op. Hè. Maar we gaan naar Bakboord vandaag. Dus zeer, zeer interessant tochtje vandaag. Nu, ik voer deze tocht uit bij hoog water, dat voor mij gemakkelijk is. Ik had geen zin om de zeesluis twee keren te nemen, want dan ben ik een uur kwijt bijna. Dus ja, maar dat is het ding eigenlijk. Hè. Dus het is allemaal niet zo heel gemakkelijk. Maar hey, als de getijden goed staan, in nog geen 4 minuten geschud. Dus geweldig, geweldig. Nu, oké, vandaag. We zijn hier aangekomen, we gaan nu de benedenneten op. Hè. En hier is het dorpje Rumst, zoals dat we in de Ruppeltocht gezien hebben. En het eerste dat ons opvalt als we deze benedenneten opvaren, ja, dat is hier het eerste bruggetje. En dat is eigenlijk een fietsbrug, om het zo te zeggen, tussen Rumst en Mechelen. En over de Deilen is er ook nog zo'n fietsbrug. Dat is eigenlijk, als je van de zee komt, is dit eigenlijk de eerste vaste, niet beweegbare brug. Als je via de Ruppel vaart, uiteraard. Dus redelijk interessant. Maar het komt erop neer tussen Rumst en Mechelen. Is dat heel gemakkelijk. Hè? Als je bijvoorbeeld naar je werk moet in Mechelen, kan je zo via de fietsautostrade die hier ligt, kan je heel makkelijk naar Mechelen. Hè? En vooral de industrie Mechelen zo bereiken. Hè? Nu, de benedeneten. Hier zijn we dan. Zeer rustig, zeer ondiep. Nee, oké, maar het gaat. Ik heb hier 6,5 meter hier onder de boot. Maar we zijn hoog water. Hè. Het is, dacht ik, vandaag een waterstand van 5 meter of zoiets. Dus ja, zoveel schiet er niet over als hier bij laag water komt. Maar hey, met deze boot is alles mogelijk. Maar ja, hier gaan we dan de benedeneten. Nu, we gaan wat verder varen op de benedeneten, om het zo te zeggen. Waarom noemen wij deze rivier? Dat is misschien nog heel interessant. De benedenneten wel, dat is omdat er getijwerking op actief is. Hè. We hebben ook nog het netenkanaal enzovoort. We hebben ook de grote neten, de kleine neten.
maar hier is tijwerking op actief. En jawel, hier is een snelvaartvak. Dus tot aan de E19-brug, vanaf de Ruppel tot aan de E19-brug, mag je hier aan snelvaart doen. En dat gaan we ook doen, want vanaf de E19-brug is het sowieso traagvaart. Ik zie jullie daar, dan zal ik daar de uitleg geven over de rest, de geschiedenis van dit gebied. Oké, we zijn hier gepasseerd en ik weet niet dat jullie door de microfoon het lawaai horen. Maar jawel, dat is dus de E19-brug over de Neten. Zeer raar, hè? Nu, er is wel een hazard, een probleem hier bij de Neten. En dat is, men was er hier onder de brug net aan het werken. Maar wat is hier het probleem hier op de Neten, wanneer dat je net de E19-brug onderdoor komt, net stroomopwaarts van die E19-brug aan de rechteroever, is er vooral bij laagtij een ondiepte, een heel speciale ondiepte die zelfs wanneer dat we op het reductievlak zijn, dat zelfs tot 20 centimeter boven het water kan uitsteken. Dat is een zandbank dat er ligt tot in het midden van de rivier. Dus je moet toch wel heel goed opletten als je dan hier komt varen, en zeker bij laag tij. Men vraagt om jouw vaarschema desnoods aan te passen aan de omstandigheden, want het is hier redelijk, het kan redelijk gevaarlijk zijn als je niet weet dat die ondiepte daar ligt. Dus let daarvoor op, check altijd de berichten aan de schipperij. Hier, we hadden hier net ook, je mag elkaar niet passeren. En voor ons hier komen wij aan de brug in Walem. We zijn hier aan de brug in Walem. En de brug in Walem, wat is daar nu zo speciaal aan, om het zo te zeggen? Wel, die brug, dat is al toch wel een oude brug. Nu, die brug is uiteraard al vernieuwd. Want ik denk, als je het oude model moest hebben, je rijdt er met een auto over, dat die hier lekker ligt rond te drijven hier in de Neten. Maar de brug hier in Walem, dat is eigenlijk, blijkbaar is die voor het eerst gebouwd in 1302 is die voor het eerst hier, heeft hier een brug gestaan. Nu, de reden waarom dat die bruggen blijkbaar zo belangrijk waren over die Neten, dat was eigenlijk ook om een verbinding te kunnen leggen naar Brussel, tussen Mechelen en Antwerpen, om het zo te zeggen. Dat was eigenlijk zo het probleem in die tijd. En ik heb gelezen dat ze die nog zouden moeten vernieuwen. Dus ja,
we zullen de komende jaren zien, zeker. Nu, het zit zo, ja. Die bruggen hier over de beneden neten, om het zo te zeggen, ja. Die hebben een heel rijke geschiedenis, hè. Zoals ik daarnet ook al zei, van 1302. En heel veel verwoesting doorgemaakt, hè, doorheen de jaren, uiteraard. Want dit waren bruggen van zeer strategisch belang. Hè. Elk leger, elk gedoe dat er geweest is door de eeuwen heen, ja, zeer strategisch, hè, voor naar het noorden te gaan, hè, of naar het zuiden. Dus ja, veel verwoesting. Dus zoals ik al zei, ze gaan die nogmaals vervangen. Zoiets zijn van betonrot, heb ik gelezen. Ik heb geen beton op mijn boot liggen, dus volgens mij staat die nog. Nu, in zijn totaliteit is eigenlijk de benedenneten ongeveer 10 kilometer lang. En je kan zeggen, nu, de netenrivieren zijn toch veel langer dan dat. Daar heb je groot gelijk in. Ze zijn veel langer dan dat. Maar de benedenneten, het deeltje tussen de Ruppel en de sluis in Duffel, eigenlijk, dat wordt beschouwd als een bevaarbare getijdenrivier. Ja, dat is zo groot niet. Hè? Dat is maar een tiental kilometer. Nu, heel dit estuarium, om het zo te zeggen, heel die neten, eigenlijk naast de neten ga je heel veel water zien. Dat zien we momenteel niet vanuit de boot. Maar normaal gezien ga je heel veel bekkens zien enzovoort met water. En dat komt eigenlijk de neten doorheen de geschiedenis, doorheen de honderden jaren, kent de neten een zeer... Oh, de neten kent toch wel... nogal wat overstromingen. En vooral tijdens de winter hadden ze hier heel veel last van die overstromingen. Doorheen de honderden jaren. En dat, daar hebben ze heel hard aan gewerkt om dat eigenlijk te kunnen oplossen, die overstromingen. Ook vandaar voor een stuk het Sigma-plan, zoals dat we in de Scheldetocht gezien hebben. Proberen om zoveel mogelijk water kwijt te geraken. Hè? Want ja, als je het niet kwijtraakt, ja, dan zit je ermee. Maar daar komt het eigenlijk op neer. Dus heel veel, een hele rijke geschiedenis aan overstromingen. Voor ons, wat bevindt zich hier voor ons? Wel, voor ons, dat is de spoorwegbrug van Duffel. Jawel, we zijn ondertussen hier op de Neten al in Duffel aangekomen. Nu, die spoorwegbrug, blijkbaar is dat een van de oudste spoorlijnen van het land van België dat hier overloopt. En die brug is, de originele brug, die is gebouwd net na de Eerste Wereldoorlog. En in 2011 is die ook eenmaal vernieuwd. Dus ja, toch wel een zeer mooie brede spoorwegbrug hierboven. Nu, ondertussen, het gaat nog heel eventjes duren, uiteraard, vooraleer dat we bij de volgende stop zijn aangekomen. En de volgende brug. Maar ondertussen zou ik graag een beetje willen vertellen over de geschiedenis van de Neten. En de Neten moet je bekijken als een zeer grote rivier. En dat klinkt misschien heel erg raar, hè, dat je zegt grote rivier. De Neten vandaag in de dag, dat stelt toch amper iets voor. Nee, de Neten eigenlijk doorheen de geschiedenis, om het zo te zeggen, is dat een zeer belangrijke rivier geweest voor eigenlijk de Kempen en alles wat dat hier in de omstreken zich bevindt. Vooral in de 16e en de 17e eeuw na Christus, om het zo te zeggen, was de Neten een zeer belangrijke rivier voor de scheepvaart. En dan, het onderhoud was zeer moeilijk. Hè. Dan waren ook de grote en de kleine neten, die waren bevaarbaar. Nu, de grote en de kleine neten, wanneer dat u zou verder varen,
iets wat niet mogelijk is, maar als u verder stroomopwaarts zou gaan vanaf Lier, dan splitst de neten zich in de grote en de kleine neten. En in die tijden waren die netes, om het zo te zeggen, bevaarbaar. Hè? En de kleine neten die was bevaarbaar tot in Herentals. En de grote neten die was bevaarbaar tot in Westerlo. Dus dat zijn nogal tijden geweest. En het was enorm moeilijk blijkbaar om die rivieren te onderhouden. Hè? Dus dat was eigenlijk het probleem. Hè? We kunnen dat ons vandaag de dag zeer, zeer moeilijk voorstellen dat je in der tijd zo ver kon varen. Natuurlijk, de scheepvaart van vandaag is de scheepvaart van toen niet. Hè? Maar dat zijn toch wel zeer, zeer grote afstanden. Hè? Je kan erg ver in land gaan, moest dat onderhouden zijn. Maar het is gebleken dat het een te grote uitdaging was. En uiteraard, de schepen van vandaag zijn veel te groot. En sindsdien heeft men eigenlijk de neten, om het zo te zeggen, hier de benedenneten, die hangt dan vast aan het netenkanaal. Dus vanaf de sluis van Duffel komt u op het netenkanaal. En dan vanaf het netenkanaal, om het zo te zeggen, dan komt u terecht op het Albertkanaal. Hè? Dus de kleine en de grote neten worden niet meer gebruikt als bevaarbare vaarweg vanaf de sluis van Duffel. Dus je moet de sluis van Duffel door, dat gaan we straks bekijken. Maar het is zeer, zeer interessant hoe rijk dat de geschiedenis van deze regio eigenlijk is voor het transport enzovoort. Nu hier zijn we dan, we zijn aangekomen bij het sluizencomplex van Duffel. Nu het sluizencomplex van Duffel, waarom is dat zo belangrijk eigenlijk? Wel, dit geeft de toegang, om het zo te zeggen, tot het Albertkanaal. Hè. Nu vanaf 1830 ongeveer, hè, dan was dit deel tot hier al bevaarbaar. En in der tijd hebben ze dat toen niet verder getrokken, hè, met het netenkanaal. Om de heel eenvoudige reden, er was geen industrie eigenlijk, hè, om het zo te zeggen, te ondersteunen. Hè. Want toen was het al niet meer bevaarbaar. Als we naar het bakboord kijken, naar links, dan zien we eigenlijk hier dat de benedenneten, om het zo te zeggen, verder loopt. Maar dat is niet meer bevaarbaar, dat stuk. Dus niet op gaan varen. Het is als onbevaarbaar verklaard. Het zou er ook te ondiep zijn om er veilig te kunnen varen. Maar als we hier naar stuurboord kijken, stuurboord hier, zien wij de doorgang naar het sluizencomplex van Duffel. En de neten hier aan bakboord, die gaat door Lier. En aan stuurboord hier, het netenkanaal, zoals we dat zeggen, dat zal Lier passeren. Maar het belangrijkste aan heel de zaak eigenlijk vooral is
dat sinds 1952 eigenlijk pas, toen met de komst van het Albertkanaal en heel de boel, heeft men er dus voor gekozen om eigenlijk dit sluizencomplex erbij te zetten en het Netenkanaal eigenlijk ook te bouwen, zodanig dat dat jou toegang geeft tot het Albertkanaal. Nu, vooraleer dat ik deze video met jullie ga beëindigen, heb ik nog twee dingen die ik graag aan jullie wil meegeven. En ten eerste, dat is in verband met de vaarvideo's. Nu, momenteel zit ik met het probleem. We hebben vanaf 1 juli in een Zuid-Franse haven een ligplaats afgehuurd. Ja, dus dat wordt een heel gedoe. En tot dan is het zeer onzeker of dat ik nog vaarvideo's kan gaan maken. Ook omdat ik mijn vaaruren moet beperken. Om het zo te zeggen, dat ik niet te veel vaaruren ook begin te draaien. Dus daardoor... Ja, daardoor eigenlijk gaat dat heel moeilijk worden. Dus vanaf dit punt kan ik eigenlijk niets meer beloven. Tot in augustus. Dus ja, ik ga mijn best doen uiteraard. Maar hier in Vlaanderen en België, dat wordt heel moeilijk. Dat wordt heel moeilijk. En dan nu ook het tweede dat toch wel heel belangrijk is, dat ik ook met jullie het even wil over hebben. Dat is in verband met het Albertkanaal. Nu, ik heb van jullie, en dankjewel daarvoor, echt leuk... Ik heb van jullie al enkele suggesties gekregen om bepaalde tochten te varen. Dank jullie wel daarvoor. Die ga ik zeker eens bekijken. Nu, één iemand van jullie stuurde ook het Albertkanaal op. Nu, wat was mijn initieel plan? Mijn initieel plan was om na deze tocht, een van de volgende tochten die hierop zou volgen, om eigenlijk hier door de sluis hier op de benedenneten naar het Netenkanaal te gaan. En dan zo via het Netenkanaal eigenlijk het Albertkanaal op te draaien en zo een mooie rondje te varen. Hè. Een eendaagse tocht terug tot eigenlijk in de haven van Antwerpen. Daar de sluis naar buiten te nemen en dan zo via de Westerschelde terug te varen naar huis. Nu, dat is een heel gedoe momenteel. Het probleem is, en daarom ik ben het aan het bekijken van wanneer ik het kan doen. Het probleem is... De haven van Antwerpen, ik wou graag met jullie de stadshaven bekeken hebben, omdat de stadshaven in Antwerpen enorm mooi is. Nu, de stadshaven en de haven van Antwerpen, dat is een van die plaatsen, wanneer dat je in dat vaargebied vaart, die onderheven zijn aan een eigen havenreglement. Nu, in België vooral de zeehavens beschikken over een eigen havenreglement. En wat wil dat eigenlijk zeggen, dat havenreglement? Dat wil dus zeggen dat in het geval van de stadshaven in Antwerpen, dat die niet meer behoort tot op onder federale bevoegdheid of gewestelijke bevoegdheid, maar onder lokale bevoegdheid. Nu, wat is daar blijkbaar het probleem mee? Het probleem daarmee is eigenlijk wanneer dat je graag wilt filmen, hè, wat ik dus doe, opnemen in die stadshaven om deze mooie video's voor jullie zo goed mogelijk te maken. Daarvoor moet ik een vergunning hebben, hè, omdat dat onder de bevoegdheid van de stad Antwerpen valt. En momenteel is dat een heel gedoe voor die vergunning te krijgen. Nu, ik moet het nog heel eventjes goed bekijken. Het probleem is dat ik dat 4 werkdagen op voorhand moet aanvragen in de hoop toelating te krijgen om te mogen filmen in de stadshaven in Antwerpen. Dus dat is een heel gedoe. Nu, ik ga proberen van die tocht te doen, waarschijnlijk in augustus ondertussen. Ik heb die ondertussen naar augustus daardoor verzet. Ik denk dat dat ook het verstandigste is, het beste is. Maar dat is eigenlijk de reden, omdat dat onder lokale bevoegdheid valt. Want hé, bijvoorbeeld dit valt onder gewestelijke en federale bevoegdheid. Dus dat is allemaal een heel gedoe met bevoegdheden. Dus dat zijn allemaal andere dingen. Maar de stadshaven in Antwerpen, die wateren, om het zo te zeggen, die vallen onder lokale bevoegdheid van de stad Antwerpen. En daardoor, om een lang verhaal kort te maken, moet ik een vergunning hebben. En dat is een heel gedoe, want voor commercieel gebruik spreken wij over een vergunning van €700 per dag, wat momenteel niet het geval is. Dus en normaal gezien voor niet-commercieel gebruik kan dat gratis, maar het is een heel gedoe. Dus ja, maar speciaal voor jullie ga ik mijn best doen, want ik zou graag die stadshaven wel eens gezien willen hebben, zodanig dat jullie kunnen uiteraard meegenieten. Maar dat zijn momenteel de dingen die gaande zijn. Ik hoop dat jullie dat niet erg vinden en we zullen zien wat er gebeurt.
Nu, dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Zeggen jullie van waar kunnen wij de vaarvideo's volgen, om het zo te zeggen? Want elke vaarvideo kondig ik ook aan. Dus elke vaartocht dat ik vaar, kondig ik aan. En waar doe ik dat? Momenteel kan dat jammer genoeg enkel op de Facebookpagina van dit kanaal. Dus twijfel zeker niet van ook jouzelf te abonneren op de Facebookpagina van het kanaal. Hopelijk in de toekomst, als ik die 1000 abonnees voorbij ben, dat geeft mij meer mogelijkheden, dan zou ik moeten ook berichtjes naar jullie sturen via YouTube. Waardoor dat ik kan zeggen van ik vaar hier een vaartocht vandaag. En dan zet ik er ook altijd op waar en wanneer dat ik die uitvoer. Op de dag zelf. Dus als jullie dan in de buurt zijn en jullie willen eens komen zwaaien, of zoals sommige mensen zeggen, eens een klein stukje meevaren en je bent toevallig in de buurt, dan kan dat, geen enkel probleem. Dus het komt zeker en vast, denk ik, goed, en we zullen zien hoe dat dit eigenlijk gaat aflopen allemaal. Nu, dames en heren, vergeet zeker niet te liken en te abonneren, en dan is het tijd om afscheid te nemen. Ik zie jullie op het water en op zee. Vaar veilig.